Heere komen. Wacht. Ja, maar ja, ik weet. Met de pik. Dit kan je naar doe als je weet. Want waar heb ik hier wel groot werk. Ah. We zijn alle vier om te werken. Beste carnavalisten. Wat stond hier, gelijk als ieder jaar weer, met een boerling in dand. Gij die van toeten nog blozen werd. En dat is vredig aan mijn tand, als je tijdelijk zijn deuk vergeet. Daarom, zo'n ik willen vragen, dat mitten en pitten na Bama komen stoen, om gelijk als in ons beste dogen hem te duipen, met een lach en met een troon. Meter Heddy, mag ik aan vragen om wat boeter op chauffeur te vragen? Ja. Dat is het plezantste wet, er maar goed veel op, hè. En ze is mals genoeg, ze stond dat hier en dag. Dat is toch goed, hè? Ja, ja, het is goed boeter. En dat boeter, dat is omdat er met carnaval niet verhaaste geen oor in de boeter zo zitten. Als man of vrouw thuiskomt. Ja, maar dit hebben we met een volland, zei dat kan hier koor. En dan moet je zien dat er geen witloos kooi op ons potten stond. Ja, als je wat vet. Nu een keer. Wat? Nou, dat moet naar klappen, hè. Doe het, ja, hier is de een applaus! Peter David, mag ik een afvragen? Om al wat zout, ik zal dat schuldig en afdoen, want anders gaat dat niet meer genoemd. Om al wat zout op zijn tong te streunen, omdat er met carnaval niemand niet zo'n roos gewoon zonder dat nou eigenlijk nog wat test deed. Hij kent om. Maar wie, hij ligt daar op zijn lukmalde. Moet je hem in een mustache mee mogen, dat is al onder. Ja. En mag ik daarna, onder veerzitter van de groep, vragen om bij mij te komen. Ik ben hier al, hè. En de rugkap te pakken. Alsjeblieft. Ja, merci. En zijn David-kap op zijn kop te geven. Oh, ik mag je daarvan. Omdat ons vinken zo goed opgeleerd zijn met de ogen en geen onheus raadje over kuipen of zotte brood uit zijn botten zo schoon. Wettel van Doeverleupers. Nou, mee de gieten, hè. Wat duipenaars! Ik er niet zo van. Wat duipenaars! Hey David, in oom van de kaarsen! En alle carnavalisten! Hallo! Mag ik met je vragen voor hier bij mij te komen? Want het vanuit de groep alleen nog te goed zijn. Dat gaat met vieren hart mee getrogen. En hoor dat koe. Met de verbranding. Dat spul niet laat je in brand steken van een of andere, want ik hou mijn charlatans. Voilà ze. We zijn hier op de Wettelduip bij ons. Anske van Lotem, onze belleman van één of Ans. Eigenlijk dat ding van nooit gebeurt, dat is iets dat je ooit gevonden hebt. Ja, ik heb hem dat niet ooit gevonden. Ik heb dat onze Peter is met dat gedachte afgekomen, mijn brief. Maar dat was het eerste jaar dat ik met een café ook. Ik zeg, hoe gewoon ik het volk op de Burdam krijgen? En als Peter kwam met dat gedachte van die wettelverbranding af. En dat is van in het begin mijn bedoeling geweest om dat derde groepen te laten doen en vierde groepen. Dus het eerste dat ik vroeg is dat ik een wettelen tegen dat carnaval is, die kan verbranden. Maar door de jaren hebben de groepen zelf met dingen gekomen met het gedacht om dan te duipen. En om ten officieel over te brengen op het café. En als heus dat alle jaren gegroeid en gegroeid. En was dat als een caféboos was eigenlijk mijn bedoeling dat ik zeg, mijn collega's met die een duip en met een keer een over het speciaal. Zonder dat er iets van dingen is, maar een keer een extra inkomen. Dat is altijd de bedoeling geweest. En tot hiertoe verloopt dat
vlekkeloos en ben content dat ik op die manier altijd doe ik in een andere café. Een keer kan een hoofd speciaal aanbieden en dat de groepen mij alles in de plank mee intrekken. Geen reglementen, er is een handleiding bij de Wettel, maar niet van ter moet dit en ter moet dat. Het is van als het kan, meegde en als je moest wil, doe je moe. Verstuit. Iets dat met alle jongens die weer komen bij die Wettel, bij die een dub, is dat ze boeter op zijn vuur uitvrijven en een beetje zout opstreunen en wat witkap overgieten. Om wat reden gebeurt dat allemaal? Ja, met dat eerste dub moest ik een ceremonie uitvinden. En een ceremonie van een dub, ja. In de kerk werd er wat zelf op dat vuur uitgevreven en werd er water over dat kindje opgehoeden en werd er ook met zout gewerkt. Maar ik zeg, hoe kan ik dat in carnaval integreren? Daarmee dat boeter dientje, omdat er niet van als te geen oor in de boeter zou zitten met de ogen van carnaval, als man of vrouw toe is komen. En dat zout, dat is omdat er geen dieren met carnaval zonder roos gewoon, zonder dat nou eigenlijk nog een beetje dust deed. En toen werd gedupt met een witkap, ons Nino's bier, in de plek van mijn water. En er werd ook nog een cadeau gegeven, zeker? Hè? Want er is een metje en een petje een bal een keer, hè? Ja, ja, ja. Metje en petje. Dus dat is het enige dat ik zelf kies. Dus zelen geven maar de noem van metje en petje. Zelen kiezen metje en petje zelf, maar ik kies ten noem van de Wettel. Ik stel noem op. En zelen weten dat gij een beetje op veerhand, omdat ze ten gemistje groepen wat teupsoeker maken of een dingetje maken. Speciaal ter gelegenheid van Daan Deupgen, die ten ook ooit gedeeld werd. Ikzelf, ik geef alle jaren ten, mijn mannen met mijn Wettel, wordt dat noem van de klein. En dat is iets van die, ik vind, on een deup plechtigheid, dat moet je niet veranderen, on die teksten moet je niet veranderen, maar iedere groep is altijd content. Ja. Nog even vroegs, Hans, tot in vandaag in de kring. Ja? Ben ik het goed aan een verhuisje, wanneer verhuisje zonnetjes, en hoe goed naartoe zijn? Abbee, de Wettel, daar verhuisje, traditioneel 11 dagen voor de verbranning. Dus we rekenen met de verbranning. We rekenen niet met carnaval, we rekenen met de verbranning. En 11 dagen voor de verbranning is altijd fradios van carnaval. Als ze door in Ulst met hele kermis op hele parochie beginnen, dan beginnen we wel stilke zo onze Wettel over te brengen en gereedtafel voor ons carnavalfeest te vieren. En waar gaat die Wettel naartoe? Die Wettel gaat altijd traditioneel naar Café de Belleman. Omdat van in het begin, vanaf de eerste Wettel, heeft altijd in het café heel de carnaval meegemaakt. En werd hij thuis in Dosmeres vandoor vertrekken men om 10:00 gommen naar het officiële sluitingsplek van carnaval op Stadhuis. Goed de Wettel mee naar het Wettelmanneke voor de officiële sluiting deed de route waar dat de plooimen afgepakt werden van de prins. En dan gommen stilletjes zoon nog een café of twee. Nog een belleman en zet hem in de Wettel gereed voor het even brand te werden om 11 minuten te draaien. Aanwetend, aanwetend allemaal. En als hij het met een glunderend gezicht. Ansker, wat wist je nou in ieder geval? Een hele schone carnaval toe, VN 2014. En je gaat er zeker een schone van mogen. We staan hier met een dame en een meneer bij ons. De meter en de peter van de doop van de wortel hier in Nienhoven vandaag. Mag ik uw naam even weten? David. En uw naam? Heidi. De naam van de wortel, als er een doop is, het kind krijgt altijd een oom, zeggen ze. Welke naam heeft dat gekregen vandaag hier in Nienhoven? Heide David. En van waar die naam? Van waar het idee? David? De twee namen bijeen, Heidi en David, dat is bijeen, bijeen gevoegd. En hoe zijn jullie eigenlijk terechtgekomen bij de doop van de wortel? Voor als Meter en Peter aangesteld te worden, hoe is dat gekomen? Ze hebben ons dat gevraagd. Voor, zij als Meter, ik als Peter. Dus we hebben eigenlijk een moment getwijfeld voor Peter en Meter te worden. Heb je getwijfeld? Niet getwijfeld. Niet getwijfeld? Niet getwijfeld. Je doet dat met veel plezier dus. Ja, zal wel. En zijn daar verder nog verplichtingen aan, Eddie? Nee, ja, we geven een hapje, een drankje, we lopen mee met de kroegentocht. Ja, en, ja. Eigenlijk 28 februari is er een kroegentocht. En dan, met de wortelverbranding, moeten we ook aanwezig zijn. Wat bedoelt u met een kroegentocht? De wortel gaat overal mee dan? Ja. Dus die wordt voorgesteld in de cafés. En zijn eindpunt? Dat is een belleman. En daar blijft hij staan tot mee carnaval dan? Dat weet ik niet. Dus dat ga ik aan de voorzitter moeten vragen, maar ja. Ik denk niet... Normaal gezien, om het, bij het afsluiten van carnaval, wordt de wortel in brand gestoken en dat is een dinsdag namiddag zeker, hè? Ja, dat is dinsdag namiddag, ja. En zijn jullie echte carnavalisten? David, Heidi, dat willen we nog graag even horen van jullie. Houden jullie eigenlijk wel echt van carnaval Nienhoven?
Ja, dat wel. Ik heb me altijd verkleed. Ik ben nu al 9 jaar cafébazin van de Café De Kring. En we hebben het altijd goed meegevierd. Dus altijd veel plezier gehad. En ja, zeker en vast. Je zingt van Tjoor van Eyre zitten dus. Ja, van Tjoor hebben we een lap opgeven. Hè. En ga David, we willen dat uit je mond uit nog een keer horen komen. Geen probleem. We gaan er een lap opgeven. Maar ik kom van Tjoor in de Grieg helpen. Maar om 10 uur zijn we in de Belleman. En daar gaan we zijn voor de wortelverbranding. En dat gaan we allemaal moeten zomer vieren. Maar dat is niet om 10 uur, dus, Pijs. Ik pijs dat je verkeerd zet. Om 10 uur moeten we er zijn. Het is maar om 3 uur. Ja, het is maar om 3 uur, ja. Dus, maar om 10 uur zijn we door. En we gaan dat vieren. Want ik wil ook om niet helpen. En dat de kring alles goed verlopen. En al de rest trekken we nog zo gewoon zus goed overeen komen. En uiteindelijk om 3 uur zijn we door. Vinden we dat te verwarren. Ik ben ervan overtuigd, maar als een meter en een Peter Bach kan dat niet mislopen allemaal. In ieder geval, Eddie David, bedankt en een goede carnaval nog. Merci. Dank je.